De Partij van de Arbeid is van de eerste dag tegen de PGB-plannen van dit kabinet. Ze zijn oneerlijk, ze maken mensen onzeker, want ze raken hun zorg kwijt omdat ze de PGB kwijtraken, maar omdat er ook geen gewone zorg voor ze is. Daarom moeten die plannen van tafel, ze zijn slecht uitgewerkt, we willen dat ze uitgesteld worden, want zo kan het niet. Vandaag heb ik een heleboel brieven van bezorgde burgers overhandigd gekregen. En daarin staat precies wat de mensen kwijtraken op het moment dat ze hun PGB kwijtraken. Deze stapel ga ik straks in het debat aan de staatssecretaris geven. En ik vraag haar deze ook bij Rutte op het bureau te leggen. Want uiteindelijk is Rutte verantwoordelijk voor dit kabinetsbeleid.